Giel, in wat voor wereld zijn we nou weer beland? Ja, weet ik veel, Santino. Hoe kan dit nou weer? Ja, we zitten toch echt in Minecraft, maar alles is rond? Hoe gaan we dit nou weer doen? Nou, Giel, het is sowieso de taak dat we vandaag weer diamonds gaan vinden. En wie ze als eerst vindt, wint 500 euro. Zo! Maar voordat we gaan beginnen, wil ik deze mensen bedanken voor het abonneren op mijn kanaal. En was je nou nog niet geabonneerd, doe dat dan nu voor goed geluk in 2022. En wie weet krijg je misschien wel een shout-out in mijn volgende video. 2000 likes en ik ga de volgende keer weer een andere challenge proberen. En misschien wel samen met Giel en Jesse. Giel, dus we moeten dus diamonds gaan vinden. En ik ben heel erg blij dat hier twee kistjes liggen. Want ik weet niet wat er eigenlijk in zit. Nou, heel goed dat we spullen hebben, anders gaat het nooit lukken. Kijk, we krijgen dus 5 pickaxes, een iron sword, torches en steak. En ik claim de helm. Ik ga voor de groene. Ga je nou voor de groene? Pak je nou mijn kleur? Ja. Oké, dan pak ik wel die jou. Oh mijn god, hoe ziet dit eruit? Oh, dit ziet er best wel grappig uit. Oké, eens even kijken. Matching. Wat zei je nou? We zijn matching. Zijn we matching? Nou, we zijn niet heel erg matching, Hugh, maar... Nee, maar... Oké. Ja, oké. Yin en yang. Either way, Giel, wij moeten dus proberen diamonds te vinden. Alleen, dit ziet er wel heel vreemd... Zo, hallo, goeiedag, ja, wat is hier dan? Dit ziet er echt heel raar uit, holy damn. Oh, ik had er niet echt op gelet of zo, maar... Ik durf hier eerlijk gezegd niet echt naar beneden. Nou, ik denk wel dat het de bedoeling is, maar... Hé, daar zo, aan de overkant heb je water. Misschien als we via het water gaan, is het een stuk veiliger. Denk je, we hebben al de vorige keer met water moeten spelen, Giel. Ik denk niet dat het heel erg verstandig is. Nee, oké, dat ging toen ook niet helemaal goed. We kunnen gaan kijken. Ik bedoel, dit ziet er echt heel erg vreemd uit. Ik weet ook niet waar ik moet springen. Nee, inderdaad. Ik word de hele tijd afgeremd hierdoor. We moeten het misschien eventjes gaan checken of het, alsof het echt is. Of zo. Ja, het klinkt heel raar, maar alsof het echt is. Auw, oh, je kan gewoon damage krijgen. Het ziet er wel vet uit. Oh, wacht, wat kun je? Deze cave is zo raar, gast. Oh mijn god. Moet je, hier moet je echt niet in. Oh. Oh, en het regent ook nog. Oké, wacht. Maar ik denk wel, als we diamonds willen gaan vinden überhaupt, dat we wel hier naar beneden moeten. Ja, dat is waar. Gaan we het wagen of gaan we denk ik nog eventjes ergens kijken? Of, wat moeten we doen, Giel? Zullen we het gewoon wagen? Wacht. hoe gaat dit eruit zien? Wacht even, ik ga het wel weg. Oh, volgens mij moet je vanaf hier. Dit is denk ik gewoon het water, kijk. Oh ja, nee, jij hebt een veel betere straal, man. Dat zie ik nou. Bro, kijk uit, want het lijkt wel een rand, maar ik denk als jij van die rand afvalt, dat je dan naar beneden gaat. Oké, ik ga het wagen. Kom. Oh, kijk uit, Giel. Oh, nee. Oh, mijn god, er is ook allemaal lava hier. En dan zitten hier van die axolotls. Die zijn super zeldzaam, toch, deze? Oh, ja, maar we hebben geen buckets om ze mee te nemen. Nee, dus ik ga ze killen. Bam. Volgens mij is dit sowieso zeldzaam in deze versie van Minecraft. Ja, klopt. Ik kom dit bijna nooit... Wow, joh. Okay. Dit ziet er wel echt heel dope uit, ouwe. Dit is heel erg vet. Maar, ik heb iron gevonden. Dat is handig. Heb je iron? Ja. Kom mee voor de zekerheid, want je weet zo, nooit. Dit ziet er zo gek uit als je hakt ook, jongen. Hoe kunnen mensen dit normaal spelen? Ja, maar dit is ook geen normaal iets, Giel. Dit is gewoon letterlijk een motje. Ja, maar dit is zo raar. Waarom ziet dat lava er ook zo raar uit? De ene is zo rood. Zou je erin kunnen springen? Ja, bro, luister. Voor mij mag je het proberen. Alleen, je moet niet doodgaan, ouwe. Nee, hoeft niet per se, joh. Ik hou van mijn leven. Ja. Even kijken. Ja. Bro, weet je het zeker? Want jij wou net letterlijk de lava in springen. Ja, nee, oké. Dat heb je een punt. Maar, nee. Heb jij hout of zo? Volgens mij ik ga wel even naar boven. Dat kan ook inderdaad, ja. Ik ga wel even naar boven, maar we moeten ook nog wel onthouden, Giel, dat dit een wedstrijd is, hè. Want de eerste die dus diamond vindt, wint 500 euro. Dus we kunnen elkaar in het begin helpen, maar ik ga straks toch echt in mijn eentje Weet je, door. Ga jij maar lekker naar boven, hè. Ik ga gewoon al hier beneden diamond zoeken, hoor. Nou ja, prima. Ik bedoel, het is lastig in 1.18. Je kan het niet zomaar vinden. Dit gaat zo lang duren. Bro, de bomen zien er raar uit, ouwe. Ja, echt niet normaal. Oh mijn god. Het ziet er wel realistisch uit. Ik zeg je eerlijk. Het ziet er veel realistischer uit. Ja, oké. Maar de case vind ik echt niet mooi op deze manier. Nee? Wat vind je wel? Vind je überhaupt iets mooier? Ja, de bomen. De bomen vind ik mooi. Oké. Ja. Hey, niet mijn hout gaan stelen, hè? Mijn hout, Giel. Mijn hout. Dit is mijn hout. Nee, ga weg. Waarom heb je ook zo'n goede boom gevonden? Super dichtbij. Wat is dit? Nou, ik neem maar 5 hout mee, want ik ga gewoon tempo maken nu. Ik zie je wel beneden. Doei.
Oh nee, oké, ik moet ook echt op gaan schieten. Ik neem gewoon één boompje mee en dan vind ik het wel weer mooi geweest. Oh mijn god, ik vind hier al goud, maat. Welk level zitten wij dan? Ja, we zitten nog lang niet op het goede level. Leveltje diep. Wat is het goede level eigenlijk? Ja, dat weet ik dus nog steeds niet. Dat wordt heel erg lastig dan. En wat ik wel weet is dat het heel handig is om echt bijna zowat direct naar beneden te graven. Ja. Dat kan oprecht in deze versie. Nee, dat kan oprecht in deze versie. Ik zou het oprecht doen, Giel. Ik was net al naar beneden aan het graven, maar je komt gewoon niet naar beneden. Nee, maar was je ook direct naar beneden? Ja, maar dat kan niet. Je kan er dan niet in of zo. Dat is heel raar. Nee, moet je maar eens proberen. Oh, misschien moet je dubbel gaan, Mineman. Misschien is het te dun of zo. Ja, dat... Creeper! Oh, nee! Oh mijn god, ik lekker voor je. Dood, ja, okay, nee. We moeten hier gewoon naar beneden. Probeer eens. Nee. Probeer eens naar beneden te hakken. Kijk, ik kan hier er gewoon naar beneden? Niet in. Kijk. Nee, wacht. Dubbel hakken dan, toch? Ja, oké, dat kan wel. Oké, dan moet zo. Maar dit is raar, bro. Ja, dit is heel erg raar. Waarom ga je nou bij mij minen? Waarom ga jij bij mij minen? Dat is nee, waarom ga je bij mij minen? Jij gaat bij mij minen. Ik ga wel hier. Jij kwam bij mij. Nee, jij kwam bij mij. Ga nou, ga jij kwam bij mij minen. Laat me met rust, Giel. Ik bedoel, deze 500 euro is allemaal... Ga weg! Is van mij, jongen. Hé, niet zoveel slaan, want ik sla je gewoon terug. Oh, wacht. Zijn we nou wel bij Petrock? Oké, wacht. Geef ons dan elkaar de ruimte, ja? Oh, redstone. Oh mijn god, we kunnen nu al diamonds vinden, maat. Ja, ik weet het. Ik wil echt super snel diamonds vinden. Waarom duurt het zo lang? Ik had er nu al een aantal moeten hebben. Maat, dit kan echt nog heel erg lang duren. Ik hoop eigenlijk dat we ook een beetje een soort case system nog erbij vinden. Want dan hebben we echt veel kans op diamonds. Nou, dat klopt. Oh, hoe lang gaat dit duren? Ja, wat ik wel weet is dat dit echt heel erg lang gaat duren. Als we al helemaal geen god gaan vinden. En ik wil echt zo'n grote god vinden. Want wat we net vonden is volgens mij best wel heel erg zeldzaam. Ja, dat was inderdaad best wel zeldzaam. Maar ik denk dat er hieronder toch nog wel ergens eentje moet zitten of zo. Oh, oeps. Ja, ik val gewoon naar beneden. Nee, ik nak gewoon jouw gat. Weet je wat? Ik ga wel even een beetje daarheen. Want dit gaat niet werken. Als we bij elkaar de hele tijd zo... What the fuck? Loop je nou ligt bij mij. Je ligt bij mij. Oh, wat is dit? Wat is dit dan? Iron. Oh. Ja, leuk. Ja, we hebben al genoeg nodig. Iron. Ik dacht er net ook van, die heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Ik loop echt serieus gewoon alles te hakken. Ik heb nog steeds het gevoel dat dit gewoon een survival... Giel, kun je alsjeblieft even weggaan met mij? Ik probeer gewoon zelfstandig door te gaan en jij gaat gewoon de hele tijd zo bij me graven. Weet je wat ik doe? Ik kijk gewoon totdat je diamonds vindt en dan probeer ik hem te nakken van je. Nee, dat mag niet. Oké, wil je echt dat ik wegga? Dan ga ik eerder diamonds zoeken of vinden dan jij, hè? Nee, dat is helemaal niet waar. Nou, let maar op. Ik ga wel weg. Als je me weg wil, ga je spijt krijgen, jongen. Je gaat er spijt van krijgen. Wacht even. Ik kom wel naar jou toe, Giel. Helemaal nergens voor nodig. Oh, heb ik, en ik ga hierheen graven, ja? Waarom ga je daarin graven? Heb je wat gezien? Je hebt wat gezien, hè? Nee. Je hebt wat gezien. Nee, ik heb helemaal niks wat gezien. Maar als je nou even aan de kant gaat, dan ga ik gewoon lekker hier zelf graven. Dan hoop ik dat ik wat vind. Als ik het überhaupt weet te vinden. Wat, hallo? Ik zag wat. Oké, ik ga niet voor jullie, Giel. Ik zag wat en ik kan het nu niet meer zien. Wat hier? Ik zag wat. Zag je dat hier? Ja, het is hier ergens. Maar het is een grot of zo. En ik wil eigenlijk heel stiekem gewoon even kijken. Maar het gaat wel niet zo stiekem hier. Nu wil ik het ook zien. Ja, ik zie het. Ik kan het zien. Huh? Als jij daarheen doorgaat, ga jij maar daarheen door. Dan ga ik hierheen door. Ja, nee, want dan is het sowieso daar. Nee. Er is hier niks te vinden. Er is hier helemaal niks te vinden. Nee. Maar hoe kan jij überhaupt zien waar grotten zijn? Ben jij aan het x-rayen of zo, gek? Nee. Ik ben gewoon slim bezig. Ik weet überhaupt niet of dit goed is, hoor. Ik bedoel, ik weet niet waar je mee bezig bent, Santi. Dit klopt helemaal niet. Dit klopt helemaal niet. Jij voelt wat in je schild. Niks. Ik vind helemaal niks. Wat is er? Diamond! Nee! Ja! Are you kidding me, maat? Dit ga je niet menen. Nee, dit ga je niet. Nog meer. Ik vind deze grot. Kijk, jij vindt nog meer diamonds. Dat meen je niet. Nee. Geef mij dan ook een diamond, Giel. Dan ben ik geen loser. Oh mijn god, ik besef me nu ook wat, Giel. Nou, wat besef je? Ik moet jou 500 euro betalen. Ja, inderdaad. Let's go. Alsjeblieft, dan mag je wel een diamondje voor, hoor. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Daarmee moet ik 500 euro hebben. Oh jongens, echt waar. Ik had Giel nooit moeten zeggen dat daar een grot zat. In ieder geval wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En mochten jullie nou meer willen zien, dat kan. Dan moet je even een van deze twee checken. Maar dan moet je wel snel zijn, want ze gaan letterlijk nu weg.